Goedemiddag iedereen en welkom bij deze webinar van Klasse. Vandaag hebben we het over oudercontacten, hoe je constructieve oudergesprekken voert. Goedemiddag Rick, welkom. Goedemiddag. Ja, Rick, begin misschien even met jezelf kort voor te stellen en uit te leggen waarom wij je hier precies gevraagd hebben. Ja. Wel, ik heb heel wat jaren gewerkt voor de Vrije Centrum voor Leerlingbegeleiding. En daar lag een heel sterke focus, zeg maar, op psychosociaal welbevinden van jongeren. En in die tijd heb ik toch redelijk wat gesprekken moeten voeren soms. Vaak over zwaar beladen Ja. onderwerpen, zoals intrafamiliaal geweld, ernstige gedragsproblemen en noem maar op. En ik heb in die tijd, wat dat betreft, daar toch wel veel van kunnen leren. En naast mijn rol als coördinator voor CLB ben ik later beginnen lesgeven aan de associatie van de KU Leuven, afdeling orthopedagogie, maatschappelijk werk, lerarenopleiding ook. En op dit moment geef ik nog les in het postgraduaat, perspectiefgericht coachen en begeleiden, wat het academiejaar gaat starten onmiddellijk nu na Ah, voilà, dus deze straks ben je er webinar. snel vandoor. Wat maakt die oudergesprekken zo uitdagend? Waarom vinden we dat met z'n allen toch niet zo vanzelfsprekend? Ja, dat is een goeie om te starten, omdat oudergesprekken inderdaad niet altijd vanzelfsprekend zijn. Nu, uit ervaring weet ik wel dat leerkrachten heel veel energie steken in oudergesprekken. Zoveel energie zelfs dat ze er 's nachts van wakker liggen. Soms moet men op relatief korte tijd toch wel toch wel een serieuze boodschap meegeven, hè. Ik denk dat leerkrachten in het algemeen ook zeer, zeer goed beseffen dat een gesprek met ouders dat er toch wel een kwetsbare aangelegenheid zou kunnen zijn, hè. Ja, ze weten ook heel goed, we weten met z'n allen dat ouders een heel sterke emotionele band hebben met kinderen. En ja, tot het tegendeel bewezen is, willen ouders toch nog altijd hetzelfde voor een kind en het goede voor een kind. En wanneer dat perspectief in het gedrang komt, dan omwille van gedragsproblemen, omwille van leerproblemen bijvoorbeeld, dan ervaren ouders dat soms wel eens een keer als een mislukking, als kritiek op hun opvoeding. Ja, dan komt dat En heel vaak binnen. ja, voilà. En dat kan inderdaad soms wat defensieve reacties oproepen, hè. Nu, ik denk ook, we moeten het toch niet onderschatten, ik denk dat redelijk wat ouders ook wat bang kunnen zijn dat hun school hun kind als problematisch gaat beschouwen. Of dat hun opvoedingsstijl ter discussie staat, hè. En dat maakt dus dat die gesprekken wel beladen kunnen zijn, dat mensen zich terughouden, onzeker gaan voelen. En in sommige gevallen lokt dat wel wat defensieve reacties uit. Vaak ook ingegeven door, zeg maar, ja, misschien wel wat angst. Dat droombeeld wat ze voor hun kinderen voor ogen hebben, dat in het gedrang komt. En ja, laat ons eerlijk zijn, hè, soms ja, weten ook dat leerproblemen en gedragsproblemen, dat kan best ingewikkeld kunnen zijn. En niet alle ouders zitten in dezelfde situatie om die Ja, absoluut. probleemsituatie Rick, te hebben. we gaan nog niet alles verklappen. Wie straks een vraag aan jou kan stellen, die kan dat doen. Die kan dat gewoon in de chat doen. Daar stel je je vragen. We doen ons best om ze allemaal te beantwoorden. Misschien lukt dat niet, maar in elk geval bezorgen we dan sowieso nadien de opname en extra informatie. Die kan je herbekijken en typen aan collega's. Maar voor we overgaan naar die vragen, zouden we graag enkele stellingen voorleggen. Een viertal, en die helpen ons toch om het verhaal al een beetje met een bepaalde structuur op te bouwen. De eerste. De agenda ligt in het midden. Rick. Dat klinkt misschien in de eerste instantie wel wat vreemd, hè? Nu gelijk daarnet al zei, ja, gesprekken worden heel, heel goed voorbereid, heel nauwkeurig voorbereid. En ik weet ook dat leerkrachten heel veel tijd steken in het verzamelen van feiten, voorbeelden zoeken van waarom dat ze zich zorgen maken, noem maar op. En heel dikwijls ja, is dat gesprek niet alleen voorbereid door de leerkracht zelf, maar heb je ook nog informatie van de zorgleerkracht bijvoorbeeld, of van mensen in het team. En laat ons eerlijk zijn, wanneer dat het over echt moeilijke dingen gaat, ernstige gedragsproblemen, of toch wanneer dat het perspectief toch wel serieus in het gedrang komt, dan gaat er wel wat tijd overheen om die boodschap helder te krijgen. Omdat men wil toch wel zo vanuit het idee uitgaan van do I have a case? En ja, ik net aangaf, dus daar zit vaak zit er ook nog wat tijdsdruk op.
om al die informatie op een kwartiertje, bij wijze van spreken, als dat al mogelijk is, aan de overkant te krijgen. En daar schuilen eigenlijk toch wel wat valkuilen in. En ik denk dat de belangrijkste valkuil, trouwens waar ik ook in getrapt ben hoor, is dat dergelijke gesprekken met de ouders vaak in een monoloog zijn. He, daar moet op korte tijd een boodschap gebracht worden. Dat moet een ei gelegd worden, zeg ik vaak. En waar eieren gelegd worden, dat hoor je, daar wordt gekakeld. Hè? Nu, iets wat mensen niet graag doen, dat is naar monologen gaan luisteren. Hè? Mensen willen echt wel in gesprek gaan. En wanneer dat een eenrichtingsverkeer wordt, of wanneer dat ze de indruk hebben van, ja, dat is hier een eenrichtingsverkeer, dat men het gevoel heeft van zich buiten gesloten te worden, dan gaan ze zich soms, ja, toch wel heel fervent hun plaats opeisen in dat gesprek. En soms ook door het feit dat die gesprekken zo goed voorbereid zijn. Ik hoor soms wel eens zeggen dat er wat vooringenomenheid speelt. Of dat het alleszins kan overkomen Ja, als zijnde de ouders het gevoel vooringenomenheid. hebben van het is hier allemaal Ja. al bedisseld en nu komen ze ons nog even meedelen hoe het precies zal lopen met ons kind. Ja, Zoiets, voilà. En dat ja. zijn dingen die ik letterlijk gehoord heb van ouders die zeggen van ja, het lijkt erop als jullie allemaal bedisseld hebben wat er met ons kind aan de hand is en dat je nu perfect weet wat wij moeten doen, terwijl het nog het eerste woord met ons En gesproken hoe wordt. betrek je ouders dan wel in dat gesprek? Wel, ik weet niet, maar ik denk dat we vanaf het begin van het gesprek, eigenlijk vanaf de eerste zin binnen, zou ik toch kijken van hoe kan je inzetten op samenwerking en op empathie. Hè? In de zin van, ja, bedankt dat jullie de tijd genomen hebben om naar hier te komen. Er zijn een aantal zorgen die we willen bespreken. En we willen eigenlijk tot een oplossing komen waar jullie zich ook in kunnen herkennen. En waar jullie zich ook goed bij voelen. Dus ik denk die eerste aanzet, dat is een hele belangrijke. Hè? Je hebt maar één kans voor een eerste indruk. En als je start met, ja, er zijn hier toch wat problemen waar we het over moeten hebben. En het wordt Ja, dat dringend zet tijd dat we meteen de daarmee toon dat gaan doen. natuurlijk. Dus dat geeft een heel andere insteek dan zeggen van kijk, ja, bedankt dat je er bent en noem maar op. Hè. Ik denk ook dat het heel, heel, heel belangrijk is van heel concrete situaties te benoemen in plaats van onmiddellijk over problemen te babbelen. Ja. Het gaat over probleemsituaties en Kan gebruik je daar. me Ja. een voorbeeldje uitleggen wat je dan bedoelt? Oh, bijvoorbeeld als je zegt van, stel dat iemand nogal een keer opstandig is in de klas, wanneer dat je Ja. taken geeft, zou je kunnen zeggen, goh, kan je je misschien voorstellen, in de klas geven soms wel wat werkjes mee, opdrachten die ze moeten uitvoeren, soms geven we wat huiswerk mee om thuis te doen. En in die situaties, en dat is belangrijk te klemtonen, in die situaties is ons bijvoorbeeld opgevallen dat Joeri nogal eens voor uit de hoek kan komen en dat hij dat weigert om te doen. En daar maken we ons nu eigenlijk wel zorgen over, omdat dat gaat zijn schoolverloop toch wel behoorlijk in de weg staan. Maar ook, dat is geen prettige samenwerking. En eigenlijk, ik zou in dit gesprek samen met jullie eens een keer willen kijken van hoe kunnen we daaruit geraken op een manier waar zowel jullie als u, als wij ons goed bij voelen. Allee, Voilà. En de ouders dus, nog niet het gevoel hebben van de agenda is bepaald en nee. vanaf nu is de monoloog. Voilà. Ik ga om een beetje snelheid erin te houden, Ja, Rick, ja. snel meteen naar de tweede stelling gaan. Ja, Zorg ja. eerst voor wifi. Ja. Ja, eigenlijk kijk, waar zit de wifi-code van het gesprek? Maar je weet, als je op het hotel verzeild geraakt, dan zit je zo op die desk vooraan, staan van die kaartjes met de wifi-code op. En dat zijn heel populaire kaartjes. Die worden onmiddellijk meegegaan, want je hebt die wifi-code nodig om ja, te kunnen communiceren met de thuisfront, om te zeggen dat je goed bent aangekomen of om foto's door te of whatever. Hè. En nu is er in communicatie is er wel een ijzeren wet. En die zegt van ja, eerst relatie en dan pas communicatie. Eerst zorg dragen voor de inhoud, hè, het stukje waar we daarnet al een beetje op gealludeerd hebben, voordat je met die boodschap gaat komen. Hè. Dus zorgen en een goede relatie blijkt dus essentieel te zijn. We hebben heel lang gedacht, en nog van wordt wel een soort gevraagd, zo van, heb je niet zo van die one-liners om Ja, ik wou net contact leggen te hebben? zeggen, geef mij eens het zinnetje dat het ijs breekt. Ja, zo de magic words allemaal. Hè. En we hebben daar heel veel tijd in geïnvesteerd. Van wat zijn nu die zinnen en hoe formuleert je dit en zo. Maar veel belangrijker dan de zinnen die je uitspreekt, is eigenlijk de kwaliteit van die samenwerkingsrelatie. Hè. Ik bedoel daarmee, zit daar iemand in de bovenpositie die het allemaal weet en zit er iemand in de onderpositie bij wijze van spreken?
Ook ja, in welke mate komen ouders echt aan bod in het gesprek? En wat verwachten ze eigenlijk van dat gesprek? Dat blijken veel meer doorslaggevende factoren te zijn dan wel van ja, heb ik nu een gevleugelde one-liner gegeten. Dus ik denk dat de wifi-code van dat gesprek, om daarop terug te komen, dat start eigenlijk, lijkt mij, bij onze state of mind. Ik bedoel, vanuit welke ingesteldheid ja, gaan we dat gesprek aan? Zit daar een hiërarchie in dat gesprek? En Wiens dat is omdat doelgroep? je waarschijnlijk onbewust van alles toont, Ja. van hoe je daar naar kijkt, en dat je in plaats van die signalen te verstoppen of te beklemtonen, maar beter gewoon er op de juiste Je manier kunt dat naar niet kan verstoppen. kijken. Je kunt dat niet Ja. verstoppen. Uw state of mind, uw ingesteldheid, waarmee dat je in dat gesprek zit. Huh? Ouders ruiken dat van meters afstand. Dat kan je niet verbergen, omdat ja, gesprekken niet alleen, en dat weten we allemaal, het gaat niet alleen over de woorden die we zeggen, maar ook ja, heel de dynamiek die daarbij komt kijken en het gedoe dat er Voilà. al zit. Hè? Dan kan je een Ja. heel plan hebben klaarliggen van wat je allemaal wil vertellen, maar als de relatie niet goed zit, dan zal de informatie Wel, niet ja, volgen. en dan volgt die informatie niet. En eigenlijk, ja, je ziet soms dat als die samenwerkingsrelatie, als dat niet lukt, hè, dan blijken we elkaar allemaal van die nare eigenschappen toe te dichten. Zo, hè. Dat leerkrachten zeggen van, goh, vinden dat ouders te weinig gemotiveerd zijn. Ze komen niet. Ze kunnen precies moeilijk aanvaarden dat hun kind geen engeltje is. Ze zijn niet geïnteresseerd in de school. Terwijl dat ouders dan weer zeggen van, ja, kijk, die leerkrachten die doen nogal neerbuigend op ons. Dat zijn precies alleswetenden en noem maar op. Ze luisteren te weinig naar ons. Die steken monden woorden af. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen die te maken hebben met een gebrekkige samenwerking. En op zich niet zo. En men probeert dat dan goed te krijgen met wat one-liners, maar dat gaat helaas dat gaat niet lukken. Dus belangrijk is van bij het begin van een gesprek te zorgen dat je achter die wifi-code komt, hè, om contact te leggen. En dan pas kan je inderdaad. De vraag is natuurlijk, hoe zorg je dan daarvoor? Ja, die vragen gaan straks zeker Ja. terugkomen. Ik ga even naar een derde stelling. Ja. Ook weer wat cryptisch, Rick, maar daar zijn we intussen aan gewend van jou, denk ik. Het antwoord zit in de vraag. Ja, als je dat zo bekijkt, zou je zeggen, moeten we nu suggestieve vragen gaan stellen? Huh? Dat is helemaal niet het geval. Ik denk dat er in het praten met ouders in het algemeen, en niet alleen met ouders, hè, en zelfs als je daar zorgen voor doet over leerlingen, hè, dat er een groot verschil is in, ja, gebruiken we nu probleemtaal of gebruiken wij groeitaal? Ja, dus probleemtaal, ja, dat is eigenlijk taal die, dan krijg je van die vragen die van hoe lang is dat probleem al bij jullie, hoe doet zich dat voor, is die thuis ook zo, wanneer is dat begonnen, wat zijn dan de nare gevolgen daarvan en noem maar op. Ja, Dus, en of vertaald naar eigenlijk, Jury van daarnet, van doet hij thuis ook zo lastig als je hem iets ja, doet die vraagt? thuis ook zo Zoiets. lastig? Ja, 99% van de situatie zeggen ouders, nee, thuis is die heel anders. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws, hè? Ik bedoel, als thuis goed gaat, prachtig. Daar willen we wel van leren. Maar ja, die probleemtaal, die focust. Ja, als je probleemtaal gebruikt en als je eigenlijk vragen stelt die het probleem of de zorg waarmee dat je zit, hè, door de ouders moet bevestigd worden, ja, dan kom je eigenlijk in een heel negatieve spiraal terecht. Hè? En dat is Anderzijds wat. wel heel menselijk dat je dat als leraar Ja. doet, denk ik. Tuurlijk, maar voor elk probleem, een probleem is eigenlijk maar één kant van een muntstuk. Aan de andere kant van het muntstuk zit het perspectief. En dat is, dus als je eigenlijk perspectiefgericht praat, dan ga je eigenlijk groeitaal gebruiken. En groeitaal gaat niet over waarom is Jury zo boos als ze mijn taak gaat. Heb je daar een uitleg voor? Of we hebben al van alles geprobeerd, er verandert niks. Groeitaal die kijkt eigenlijk tot waar lukt het al? En gaat eigenlijk op zoek naar, ja, laat maar zeggen, ja, competenties en noem maar op, die hulpbronnen die kunnen helpen om een bepaald doel te bereiken. Het perspectief, in ons voorbeeld met de jury bijvoorbeeld, hè, is van hoe krijg ik hem aan het werk? Wel, dan is het ook heel interessant om te kijken tot waar lukt het al met jury? En dat aan de ouders te communiceren en te zeggen, kijk, tot daar lukt het. Maar eens als we dan gaan zeggen, jury, en nu moet jij beginnen.
bijvoorbeeld, hè, dan wordt het wat moeilijk. Dus een groeitaal kijkt eigenlijk naar, ja, is gericht op het perspectief eerder dan naar het probleem. Nu, Ja, ik ga er even tussen gooien. Is dat niet een klein beetje naïef soms dat je dan denkt van, goh, mag het hier nog over de problemen gaan? Elke keer als we aan Jury vragen van, kom Jury, nu is het tijd om te werken, dan zegt hij nee, maar nu moet ik het hebben over al die momenten dat hij geen nee heeft gezegd. Ja, weet je, nee, nee. Het is niet zo dat als je praat over wat dat je in de plaats van het probleem wil, ja. Ja, dan geef je impliciet aan dat er een probleem is, want anders is het niet nodig van iets in de plaats te zetten. Hè? Als je niks anders wenst, dan is de situatie zoals dat ze is blijkbaar oké. Hè? Ja. Dus ik zou zeggen, als je er niks aan wil veranderen, dan is er eigenlijk geen probleem. Dus praten over een perspectief, praten over iets wat je anders wil, impliceert dat er een probleem is. En dan is de vraag, waar gaat je nu je poeier op richten? Hè? Je aandacht op richten, ga je op de status questionis, dit is het probleem, hier willen wij vanaf. Of ga je naar het perspectief van, dit is een manier hoe dat wij in de klas met uw jury willen samenwerken. Op dit moment zijn daar behoorlijk wat hobbels in de weg, lopen we tegen een aantal dingen aan. En we zijn hier om samen eens een keer te bekijken, hoe krijgen we uw jury mee? Want soms en op lukt dat dat moment wel zit je in die spreken. State of mind waarvan jij zegt, dat is een gelijkwaardige relatie, want je vraagt ook aan ouders of zakenaren. Ja. Plus ik denk dat het ook, Seppe, dat het belangrijk is van te beseffen dat als er problemen zijn, en die zijn er, en er zijn serieus problemen, en noem maar op, we hebben één, naar mijn aanvoelen, één groot geluk in het leven, en dat is dat er geen perfecte problemen zijn. Die alle dagen op elk moment van de dag even intensief zich voordoen. Dus de vraag is, moeten we problemen perfect gaan maken of springen we in het gat van de imperfectie van de problemen? Waar lukt het al een stukje, hoe gaat dat, voor welke dingen is het wel warm te krijgen en noem maar op. Dus dat is een andere manier van in relatie staan dan vanuit die probleemstelling te bespreken. En dan, zeg maar. Ik denk als je die vragen, om terug te komen op de uitgangsquota, de vragen, of het antwoord ligt in de vraag. Dus als je perspectiefgericht praat, zijn ouders ook veel meer geneigd om daarin mee te denken. En dan krijg omdat je ze zelf de winst zien. Voilà, de winst zien en ook een stuk hun aandeel en hun competenties. Tijd voor de laatste stelling en dan kunnen we over naar jullie vragen. Een open einde is zelden leuk. Je zou zeggen, zo'n open einde is niet echt wenselijk. Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, dat was het nu zo'n beetje. Weet je wat, we houden het in de gaten en we hopen allemaal het beste. Ja, hè? Zo, en we nemen het mee. We nemen het mee, nog zoiets. Waar naartoe mag Joost weten, maar het is meegenomen. Hè? Ik denk dat je kan, toch ook weer een valken, kan dat wel vermijden door op een heel positieve en ook op een heel concrete manier af te sluiten. En dan heb je ook dat voordeel met die perspectiefgerichte taal. Die geeft daar een hele mooie voorzet aan. Dan zeg je, wat gaan we in de toekomst doen? Hè? Dus bespreek en bevestig wat goed gaat. Hè? Dan kijk je Jury. Die heeft al mooie stappen gezet en we zien nog mogelijkheden voor verbetering. En daar zouden we eigenlijk naar willen werken. Bespreek ook waar groeikansen zitten. Hè? Van verleg die focus van wat heeft die leerling naar wat heeft die nodig. Ik denk dat de leerkrachten daar enorm in geëvolueerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld, er gaan al een aantal dingen prima, maar ik geloof dat er toch nog ruimte is voor Jury, voor toch nog te groeien, rekening te houden met anderen. Ja. En doe ook een beroep op competenties en op ideeën van de ouders. Hè. Mm-hmm. Als ouders constructieve info inbrengen, onthoud dat, luister daar echt met zeer grote oren naar. En breng dat mee in uw eindelijke afsluiting. En ik zou dat zeer concreet doen. Nog eens een keer appel doen op die medewerking, van goh, we willen graag beroep doen op jullie medewerking. Ons gesprek lijkt mij een goed moment om af te spreken hoe jullie Jury thuis gaan kunnen helpen bijvoorbeeld. Wat we samen kunnen doen. Binnen het team gaan we afspreken en dan wat voor jullie gaan doen. En jullie gaan dan contact nemen met de CLB, ik zeg maar iets. Hè. Dus maar gaat dat heel concreet, sluit dat heel concreet af. Ja. Top. Rick, dat waren onze vier stellingen.
We kregen intussen al een hoop vragen binnen, sommige vooraf, sommige hier live in de chat. Ik ga beginnen met eentje die zowel Jasmin, Natasja als Griet al vooraf instuurde. Met een gelijkaardige vraag. Ja, soms zijn die oudergesprekken ongemakkelijk, awkward, zeggen ze ook. Ja, hoe zorg ik voor een vlotte babbel? En waarschijnlijk ga je nu zeggen, niet met one-liners. Ja. Ja, weet je, in oudergesprekken valt er niks te verkopen. Hè. En als het gaat over een vlotte babbel, dan moet ik altijd denken aan iemand die met stofzuigers aan de deur staat. Ja, dus dat je eigenlijk dat zo verpakt. En ja, een vlotte babbel is soms ook van, ja, hoe loop ik dat rond de hete brei heen? En ga ik eigenlijk kijken, wanneer is er nu zo'n momentje, wanneer ik het dan kan laten droppen en zo. Hè. Dus ik zou zeggen, van kom gewoon langs de voordeur binnen. Hè. Ja, praat gelijk met die ouders, gelijk dat je met je buurman over de Haag praat, bij wijze van spreken. En zegt, god, bedankt dat je gekomen bent. Ja. En ik zou eigenlijk ook wel de klemtoon leggen van het is belangrijk dat we hier samen zitten, want er zijn wat zorgen die we hebben. Ja. Ik ga daar zelfs iets meer over vertellen, maar ik zou graag eigenlijk naar een oplossing gaan waar jullie zich goed voelen, waar je kind zich goed voelt. En daarom dat we nu... Wat je nu aan het doen bent, is dat ook een beetje het probleem inleiden? Dat is niet om dat de is hete probleem brei inleiden. Dansen, ja. maar dat is misschien wel al zeggen van ik ga nu meteen iets zeggen wat je niet zo graag dan, hoort. Ja, dan komt. Ik zeg door de voordeur binnen. En die beeldspraak, dat is niet toevallig. We moeten niet rond het huis dolen en te kijken of er ergens een deur op een kiertje staat waar we stiekem binnen kunnen glippen bij die ouders. Gewoon vriendelijk aanbellen en door de voordeur. Ja, Hè? ja. Ik kreeg een vraag van Evi, die eigenlijk een beetje aansluit, denk ik, ook wel bij dat vorige. Omdat ik denk dat de jongere leraar er misschien vaker last van hebben. Zegt van ja, ik bots vooral als jonge leraar tegen ouders die mij minder serieus lijken te nemen. Ja, ze... willen zich niet de les laten spellen door een jonge juf, een jonge meester. Terwijl ze van die collega naast mij, die wat ouder is, wat meer ervaring heeft, wel meer aannemen. Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Want jij hebt zelf toch nog geen kinderen, mevrouw. Wat weet je daar nu van? Is bijvoorbeeld zoiets wat dan wel kan vallen. Ja, dat zijn de vragen die we allemaal wel gekregen ja. hebben toen we een pak jonger waren dan nu. Hè. De valkuil is dat men zich inderdaad gaat verdedigen. Hè, daarin. In de zin van, oh jong, ik heb wel mijn diploma gehaald hoor. En niet aan de Universiteit van Disneyland. Ik heb echt wel serieus gestudeerd. Dus dat men veel over zichzelf gaat vertellen. Ik denk dat je wat kunt joinen op dat vlak. En zeggen van, oh ja, ik kan begrijpen als je zo'n jong iemand als mij tegenover je krijgt. Dat je misschien wat denkt van, ja... Wat ervaring heeft hij en hoe sterk staat hij in het leven? Maar dat is voor mij eigenlijk ook een kans aan jullie te vragen van help mensen een keer. Ik wil ook naar jullie luisteren. Hoe zien jullie dat? Hoe gaat dat? En ik kan u verzekeren dat mocht ik ergens met vragen zitten, ik ga zeker met mijn collega's nog eens een keer babbelen daarover. Hè? Dus ik denk niet dat men dan heel zenuwachtig moet beginnen te doen. En ook niet in een defensieve rol moet gaan kijken, maar zeg gewoon van ja, kijk, ja. Dus je kunt zelfs zeggen, meneer mevrouw, ik ga u iets zeggen. En dan ga je sympathie, dat is misschien een vlotte babbel. Dit is nu het eerste oudergesprek dat ik in mijn professionele carrière ga houden. Daar is niks mis mee met dat te zeggen. Dat is menselijk. Doe gewoon zo. Een beetje zoals de verpleegster die haar eerste, of verpleger die zijn eerste spuitje zet. Ja, maar je moet niet durven met de spuit. Hè? Dus dat is ook niet echt... Een vraag van Siska. Ja, wat doe ik met ouders die steeds maar beloven dat ze hun zoon of dochter zullen stimuleren om extra inspanningen te leveren of toch die inhales te volgen, maar dat uiteindelijk dan niet doen, die boodschap misschien niet heel helder overbrengen? Julie zegt zelfs, ja, moet er dan op de duur geen verslag van dat oudergesprek op papier komen om zo te tonen van, goh, ik heb hier echt wel gezegd dat het brandt, maar jullie nemen mij niet serieus? Ja, aan de moeilijke. Hè? De volgende is dat je die brief aangetekend gaat versturen. Je merkt wel in mijn reactie, dan wordt het zo, dan zit er iets combatiefs achter. En van wie heeft hier gelijk? Hè? Ik denk dat in dat soort situaties, die zijn zeer herkenbaar hoor. Zeer herkenbaar. Dat men gewoon dat mee moet delen aan de ouders. Van, goh, verwonderd ons een beetje, we hadden afgesproken, zus en zo. En
Ja. We botsen toch nog altijd tegen diezelfde dingen aan. Dus, Ja, je zei daarnet, het antwoord zit in de vraag en ik zie een nieuwe vraag binnenkomen van Lia via Instagram. Die zegt, ja, de leerling bij het oudercontact, kan dat? Is dat een oplossing dat de in dit leerling geval? aanwezig Want is eigenlijk bij het zijn, ja, oudercontact. want in dit geval zijn we eigenlijk aan het spreken over de partij die het zou moeten gaan doen, die het niet doet. En ouders en leraar worden een beetje tegen elkaar uitgespeeld misschien. De vraag is met welke bedoeling zit die leerling dan daar? Ja. Hè? Dus je gaat zeggen, en Juri, ik heb gelijk, hè, want zo gaat het bij ons. Dus dat je, dat je zo'n compagnon de hoed probeert mee te krijgen. Ik Ja. denk, allez, sinds een aantal jaar is er zoiets als de decreetrechtspositie minderjarigen. Vanaf 12 jaar hebben jongeren in Vlaanderen inspraak, hè, in wat er met hen gebeurt. Dus ik vind, ja, leerlingen bij het gesprek betrekken, als ze dat wensen, vind ik eigenlijk niet meer als normaal. En ik zie Maar dat daar zijn niet als. valkuilen aan Dat verbonden, kan zijn, ik me voorstellen. natuurlijk zijn er valkuilen, maar de vraag is van hoe ga je dat, hoe ga je Ja. die aanwezigheid van die leerling, hoe ga je dat benutten? Hè? En ik persoonlijk, als we destijds in het CLB gezinsgesprekken hadden, stonden we erop dat zowel de vader, de moeder als de leerling of het kind in kwestie aanwezig was. Dat was bijna conditio sine qua non. En goh, er zijn weinig gesprekken geweest die gemaakt hebben dat dat moeilijker werd. Het werd eigenlijk gemakkelijker. Want als je met twee of met drie aan de tafel zit, heb je meer ideeën dan wanneer dat je alleen zit. Plus, ja, zo ouders krijgen het idee van hun zoon of dochter te verdedigen. Terwijl als die leerling daar zit, kan je zeggen van, goh, Juri, vertel nu eens een keer, hoe zie jij dat, jong? Dus dan heb je de kans om dat te doen. Bij het lager onderwijs lijkt me dat iets moeilijker te zijn. Ja, ja. Zo En vanaf middelbaar onderwijs, ja. wat zijn zo de dingen die je absoluut niet mag doen? Ik kan me voorstellen dat je niet over Jury in de derde persoon gaat praten. Dat al een verkeerde is. En Ja, en dat is het mag je de voorbeeld. ouders als bondgenoot aanspreken? Van ja, kijk, Jury, we zitten hier nu en we zeggen allebei dat je harder moet werken en het gebeurt maar niet. Oh, je kunt natuurlijk wel op de Of ben gemeenschappelijkheid. je een partij aan het kiezen? Is dat dan ook Nee, weer? ik denk dat gemeenschappelijkheid dat wel oké is. De vraag is alleen, hoe gebruik je dat? Gebruik je dat als wapen? En zeggen van, ja kijk, het is twee tegen één, een kameraad. Dus dat is nog wat anders. Dan zeg je, goh, Jurion, zowel uw ouders als wij, we maken ons wel zorgen. Kunt je ons daar wat in volgen? Hoe ziet je dat? En het is. Ja, moet ik zeggen, daarstraks hadden we het. Ja, hoe zeg je een aantal dingen? Dit zit al in de vraag geformuleerd. Als je over probleemsituaties praat, als je zegt, in die situatie gebeurt dat, en daarom maken wij ons daar zorgen over, Ja. dan opent dat veel meer mogelijkheden. Joke stelt een vraag in de chat. Die zegt, ja, ik laat mijn leerlingen toe bij het oudercontact. En zegt, ja, stel nu, ik heb een voorgesprek gehad met een leerling. Is het dan een goed idee om die leerling te laten beginnen met uitleggen waarom jullie met de leerling, de ouders, eventuele anderen samengekomen zijn voor dat gesprek? Nee, ik zou het niet doen. Om de volgende reden, omdat je, kijk, inhoudelijk bepalen jullie samen het gesprek. Ja? Maar Ja. oudergesprekken zijn functionele gesprekken. En daar zou ik er toch voor kiezen om als leerkracht de regie van dat gesprek in handen te houden. Het risico is als je leerlingen zelf laat vertellen en die zegt, oh ja, er is eigenlijk geen probleem, ik vind. Er is eigenlijk niks, ja, dan zit je weer in de naap gelogeerd. Dus ik zou, ja, ik denk de regie, het verdient toch aanbeveling van de regie zelf in handen te houden. De inhoud, dat is wat anders, die bouw je samen, maar het proces van het gesprek, ik zou daar toch niet onmiddellijk Ja. uit op begeven, ja. Ik pingpong snel en ik spring naar de volgende vraag, Rick. Ja, wat met ouders die vooral bezig zijn met hun eigen verhaal, hun eigen problemen thuis met de leerling, met hun kind dus? Ja, ik had vorig jaar, zegt iemand in de chat, ouders waarbij ik mijn leerling begon te verdedigen, omdat ik hen zo negatief vond naar hun kind toe. Ja, hoe krijg ik die agenda weer naar het midden? Dat is een moeilijke. Enfin, dat is een heel goede vraag. En wellicht heeft degene de vraag gesteld daar een heel concrete situatie voor ogen. Hè. Maar ook hier, hè, de valkuil ligt in mijn ogen eerder in het feit van, ja, gaan we op de inhoud van wat die ouders dan zeggen verder? Of
Ja, moet al voorzichtig zijn, kijken we wat verder dan dat en hebben we oog voor het betrekkingsniveau. Hè? Als ouders hun kind als een leeuw verdedigen, dan zullen ze daar best wel goede redenen voor hebben in hun ogen. Hè? En dat zou jij ook zo benoemen, van goh, u komt echt wel fervent op voor de jury, ik zeg maar wat. Hè. Vertel eens een keer, hoe moet ons dat helpen om in de klas jury verder te begeleiden? Of, hè. Dus ik zou eigenlijk ja, dat niet zien als een bedreiging, maar op een moment toch wel ja, onderbreken of tussenkomen, dat is wat vriendelijker dan onderbreken, maar zeggen van kijk, ja, vertel wat je ziet, hè. U verdedigt Jury met hand en tand. En En als het goh, omgekeerde gebeurt, want dat is ja. nog veel lastiger, denk ik. Als hem Als ze hun eigen kind afvallen van hij houdt niks afvallen. vol, hij doet niet zijn best, we krijgen hem niet voor 12 uur uit zijn bed, hij heeft niks Ja. ambitie. En dat jij wel ziet van ik ken een ander kind. Ja. Ja, eigenlijk. Ik zou zeggen, ja, laat je verrassing blijken. Van, goh, mevrouw, meneer, u zegt zus, zus en zo en zo. Dat verrast mij eerlijk gezegd wel een beetje. We kennen Jury in de klas op een andere manier. En dan is Maar dat ik kan ze zinnetje even van dat verrast toelichten. mij misschien wel een heel belangrijk, omdat je daarmee Ja, aangeeft van ik spreek jullie niet tegen, maar ik zie iets nee. anders. Ja, ik zou eerder dat soort woorden gebruiken, ja. Een kleuterleraar, die vraagt in chat heel concreet, ja, soms moet ik een moeilijke boodschap brengen. Ja, wat als ik kenmerken zie van een ontwikkelingsstoornis? Ja, hoe breng je dit over naar ouders? Want ze zien dat vaak zelf nog niet. En als ik het dan breng, ja, dan ergens logisch, hun wereld stort in en ze reageren vaak heel, heel aanvallend. Ja, en En je zeker hebt dat dan bij. kwartiertje tijd, hè? Hoe zeg je? In dat En dat is kwartiertje. allemaal in dat kwartiertje ook nog, hè? Het is eigenlijk, ja, hier gaat het over slecht nieuws meedelen en dat de verwerking van dat slecht nieuws wel wat tijd nodig heeft en meestal meer dan een kwartier. Hè. Maar ik zou eigenlijk bij de zorgen blijven en ik zou me eigenlijk ver afhouden van zelf een diagnose te stellen. Ik weet wel dat dat dikwijls gebeurt, hè? Van goh, ja, we denken aan ontwikkelingsstoornissen, maar dat zijn zeer, zeer zware diagnoses. En het is heel normaal dat ouders dan in de verdediging gaan. Hè? Ik zou iets zeggen van ja, we zijn al een hele tijd aan het zoeken in de klas. Hoe dat we Fien, weet ik veel wat. En we hebben het gevoel dat we niet vooruit gaan. En we denken dat we in de klas misschien wel iets specifieks moeten gaan doen. We hebben wat mogelijkheden onderzocht. Wel, om dat te weten lijkt het ons interessant om eens een keer te kijken van oké, wat heeft Fien nu precies nodig? En misschien is het een idee en dan zou ik in eerste instantie toch naar het CLB verwijzen om dat eens verder te laten onderzoeken. Maar ook dan te zeggen, het voordeel is, dan kan onze samenwerking blijven bestaan. Ja, en dan kunnen Dus wij uw niet van, kind ga maar beter eens mee helpen. naar een psychiater of zo. Allee, psychiaters zijn Ja. vriendelijke mensen. Maar, en als dat nodig is, zal die daar wel geraken. Maar ik zou dan ja, toch zo eigenlijk een proces in gang zetten van, laat ons samen eens een keer zoeken. Wat heeft Fien nodig? Ja, en dan heb je de Los van boodschap in welke schuifjes diagnose. gebracht. Heb je nog niet direct Ja, de harde ja. woorden gebruikt, maar kunnen ze Ja, rustig ik vind wennen aan het het idee. zeer delicaat hoor, om dat zeker Ja. op jeugdige leeftijd te zeggen. Ja. Ja. Monique, nog over moeilijke gesprekken. Vraagt ja, als ze met titularis en zorgleraar en vaak nog dan de directie aanschuiven. Ja, dat kan bedreigend overkomen alsof we een soort tribunaal zijn en die ouders daar terecht staan. Ja, hoe vermijd je dat? Ja. Want je zit er natuurlijk omdat je denkt, we verzamelen alle expertise hier en we willen alle aandacht geven aan deze ouders en dit kind. Dus het is met de beste bedoelingen, maar Valérie Ja. zegt zelf, oh nee, ja, Monique zegt zelf, het komt misschien een beetje bedreigend over. Maar als je daar zit en je zegt, kijk, we zitten hier met vier en we denken eigenlijk alle vier hetzelfde, dan zitten er daar drie te veel. Ja, ik bedoel, het gaat erom van, stel, ik kan me goed voorstellen dat er een zorgleerkracht bij komt die bijvoorbeeld kinderen individueel begeleidt en zo. Dus eigenlijk moet je ervan uitgaan van wat is de meerwaarde
van de personen die daarbij zitten. Ja, De en dan, leerkracht. dan valt de directeur bijvoorbeeld af, zeg je. Ja, Dat is ik eigenlijk, bedoel, voor mij ja. per mogelijke reacties, maar wat is daar de meerwaarde van? En het is soms heeft het ook de indruk, ja, dat je precies een examen voor een presidium aan het afleggen bent. Hè. Ja. Dus, en dan kom ik Ja. terug op de dingen die ik in het begin zei, dat ouders, ja, toch ook, net zoals leerkrachten, vaak met een klein hartje naar die gesprekken gaan. Hè. Ja. Ja. Ja, een vraag van Valérie, ja, recht uit het leven helaas. Ja, ze zegt, ik vind het heel moeilijk om na 10 minuten het gesprek af te ronden. Wij krijgen één avond om Ja. 24 oudergesprekken te organiseren. Heb jij tips, Rick? Als ik wist hoe dat je moeilijke boodschappen op 10 minuten genuanceerd zou kunnen overbrengen, waardoor dat je ook nog de ouders tijd geeft om hen dat te doen verwerken, en dat je bovendien ook nog eens een keer afspraken hebt waar ze gezegd: als ik wist hoe je dat moest doen op 10 minuten, dan zat ik hier nu niet. Dan had ik al lang dikke boeken geschreven daarover. En zat ik voor de kusten van Frans-Polynesië op een jacht. Hè. Dus ja, nee, maar men vraagt soms ook. Ja, niet Ik denk haalbaar. dat je wel in die 10 minuten gesprekken een aanzet kan zijn. En zeggen: En voor God, sommige nee. kinderen ook voldoende. Ja, voor sommige kinderen is dat voldoende. Maar van het moment dat serieus is, zou ik daar een aanzet zetten van: kijk, we maken ons wat zorgen. Maar eigenlijk, en we hebben het daar best wel wat moeite mee ook, die 10 minuten waar we nu, ik heb het gevoel dat we jullie niet genoeg aan bod kunnen laten komen. Die 10 minuten gaan ons ook niet genuanceerd de mogelijkheid geven om genuanceerd te babbelen. Wat vinden jullie van dat we elkaar eens een keer wat uitvoeriger kunnen spreken daarover? En als je de mogelijkheid hebt daarover. Maar dat zal ik doen. Maar anders wordt het, ja, monoloog. En ja, Ik dus. zag ook nog een vraagje opduiken dat daar wel bij aansluit, namelijk bij de heel praktische organisatie van die avond. Je hebt ook scholen waar die oudercontacten lopen in een grote zaal, de refter of zo, en dat je verschillende gesprekken hebt die tegelijk bezig zijn. Voor de ene geeft dat een gezellige gedrukte, er is koffie, er is iets te drinken, misschien wat koekjes, maar voor de ander geeft dat ook wel van werkt dit wel? Kijk je daarnaar? Doe je dat echt best in je eigen lokaal, in je eentje, of kan dat in een meer open ruimte? Wel, ik zeg het misschien wat cru, maar ik denk dat er respectvolle manieren zijn om samen te praten. Respectvoller dan mensen samen te drijven in een sporthal of weet ik veel wat. Alleen al omdat door de setting een aantal ouders, ja, eigenlijk geremd worden om te zeggen wat dat ze willen. Ja. Maar ook geremd worden in, ja, stel dat je daar toch wat slecht nieuws moet geven. Men wordt emotioneel, men wordt boos, weet ik wat. Dus je kunt het niet kanaliseren. Het gesprek verloopt zoals dat het verloopt. En ik denk dat we dat zorgvuldig moeten doen. En dus ook in een context waar die zorg kan geboden worden. En mij lijkt zo'n grote sporthal dat dat niet lukt. Ik ben er zelf ooit verzeild geraakt. Ik moet zeggen, dat was niet het topmoment Uit je carrière. Nee. in mijn carrière. Vraag je via de chat: wat met gescheiden ouders die echt niet overeenkomen? Ga je die toch uitnodigen samen voor het gesprek met het gevaar dat ze daar zitten te bekvechten voor je neus? Ga je ze apart uitnodigen? Ja, in elk geval zegt deze leraar: ik zou graag aan beide ouders dezelfde Ja. info op dezelfde Ja. manier geven. En Ja. dat wordt wel moeilijker als je het apart doet. Ja. Ja, meteen heeft hij daar ook al antwoord gegeven op de vraag, hè. Ik zou het gezamenlijk doen. Ik begrijp heel goed, hè, wanneer dat gezinnen in elkaar groeien en noem maar op, dat daar heel veel dynamiek is als verwijten ook naar elkaar en noem maar op, dat die er zijn, dat is zo, Ja. helaas. Maar er zijn twee dingen die ik daar misschien op wil zeggen. Het is niet omdat je als partners uit elkaar gaat dat je geen gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid hebt. Die blijft gezamenlijk als ouders. En ik zou eigenlijk ook wel, allee, dus wat de collega, wat de leerkracht net zegt, lijkt me wel een heel krachtig argument van: goh, hecht er wel belang aan dat we met z'n allen over dezelfde informatie beschikken. Het is daarom dat ik jullie heb uitgenodigd. En natuurlijk, als Daarom, die elkaar beginnen te bekvechten of zo, dan kun je daar nog iets van zeggen van: goh ja, ik begrijp dat voor jullie dat je daar totaal andere visies over hebt, maar ik zou op dat moment niet, ik zou de neiging onderdrukken om dan aan relatietherapie te gaan doen.
Ja, Isabel zegt ja, kijk, soms heb je een vraag zelf waarvoor dat je ouders echt wil uitnodigen. Je nodigt die dan uit, maar hoe zorg ik ervoor dat dat gesprek in hun hoofd al niet aan gewicht wint en dat ze er al van wakker liggen, omdat ze zich de nacht ervoor al zorgen maken over dat gesprek over hun kind? Hoe vermijd ik die zware aanloop? Ja, vermijden kan je dat moeilijk. Net zo goed als mensen angstig worden als ze bijvoorbeeld voor een controleonderzoek naar de dokter moeten gaan. En er zijn mensen die hebben daar ook slapeloze nachten daarvoor. Een beetje uit angst wat er gaat gebeuren. Heel dikwijls speelt dat wel zo, de onwetendheid van wat gaat daar gebeuren. En daarom ook in de uitnodiging van dat gesprek. Allee, dat is het voordeel als je dat op een perspectiefgerichte manier formuleert. Hè? We maken ons wel wat zorgen. Ik zou die met jullie wel wat willen bespreken. Maar waar ik vooral met jullie zou willen bespreken, is hoe we samen kunnen zoeken naar een manier waarop dat Evi, hupsakee, iets in die art. Het gaat om ja, het formuleren van die uitnodiging en vanuit welke state of mind doe je dat. Ja. Ik zou niet beginnen met maak u niet ongerust. Hè? We hebben een probleem. Dan Ja. maakt iedereen zich En na ervoor vijf ongerust. minuten dan. Ah, dus Ja, voilà. nee. Ja. Ook over dat uitnodigen, maar dan om elke ouder op ouder contact te krijgen. Ja, iemand die zegt, Rick, bij ons komen heel weinig ouders opdagen. Hoe krijg ik ze naar mijn oudercontact? Hoe bouw ik een relatie op? Het blijkt toch vaak heel moeilijk. Ja, ik. Kan je ook niet in je eentje oplossen als leraar natuurlijk. Dat is waarschijnlijk een. Nee, soms heeft het ook wel te maken met ja, hoe worden oudercontacten gevoerd als school? Hè? Wanneer vindt men dat ouders op de oudercontact, of wanneer worden ouders uitgenodigd? Dus als je alleen maar ouders uitnodigt, mocht dat nog bestaan, als er problemen zijn, ja, dan moet je ook niet verwonderd zijn dat mensen gaan zeggen, oei, ik heb een brief gekregen, moet ik een keer gaan, en dat ze dan al beginnen. En dan kom ik terug bij de inleiding van wat gaat daar gezegd. En, dus het geeft ook, voor een stuk heeft het ook te maken met binnen welke cultuur, binnen welke schoolcultuur, hebben oudergesprekken een plaats. En eigenlijk heeft dat dan al te maken met welke relatie ben je aangegaan op het moment van inschrijving van dat kind in de Ah, wel, school? die relatie met de ouders die start voordat je de oudergesprekken voert. Voilà. Dus misschien zit het daar wel zo van, niet alleen niet de vraag van hoe krijgen we ouders op het oudergesprek, maar wel hoe verhouden wij ons, of welke plaats hebben ouders in In onze onze school. school? Een heel andere vraag van Daphne, die is een gevoelige kwestie hoor. We hebben een leerling over wie we ons zorgen maken als het over hygiëne gaat. Dezelfde outfit een week lang, niet vies ruiken. Ja, en wij zoeken naar de juiste manier, tussen grote aanhalingstekens, om dit aan de ouders te melden. Ja, zijn er tips hoe we die concrete boodschap best overbrengen? Hoe Ja. vertel je zoiets? Want er zit waarschijnlijk ook al. Je hebt intussen al wel een idee over de thuissituatie, ook waarschijnlijk als leraar op dat Ja, en als die moment. begint mee te spelen in die boodschap, dan is het. Ik zou denken, blijf bij de boodschap. Hè? Van zeg, we maken ons wel wat zorgen. En zeg ook feiten. We merken op dat. Hè? Kan zelfs gaan tot, ja, ze dragen een geurtje mee en dan heb ik het niet over Chanel nummer zoveel. Hè. Ja, we maken ons wel zorgen over haar boterhammendoosje. Ja, de boterhammetjes die we aantreffen, ja, ze zijn beschimmeld. We zien fruit dat zelfs beschimmeld is en zo. En wil het met jullie eens een keer over hebben, want het is toch wel belangrijk. Enfin, ik zou eigenlijk vanuit die, zeg wat je te zeggen hebt, wat dat je. Ah ja, waar je nu echt wel zorgen over maakt. Maar dan nog, ik kom eigenlijk altijd terug op hetzelfde. Hè? Van, dit lijkt mij wel een goede mogelijkheid om het samen met jullie eens een keer te bekijken hoe. En dan, ja, hoe het perspectief eruit ziet. Ik denk de ondertoon misschien van ons gesprek, wat we hier nu hebben, Seppen, is van, ja, als er een probleem is, steek evenveel moeite in het voor jezelf formuleren van welk perspectief heb je voor ogen. En even genuanceerd. Hè? En dat gebeurt vaak niet. Als ik kijk bijvoorbeeld hoe dossiers eruit zien, daar staat niet in welk perspectief men heeft. Hè? 80% van informatie in dossiers gaat over problemen. Dus ik denk,
Het mag nog over problemen gaan in gesprekken. We zijn niet probleemfobisch, verre van. Ja. Maar er is zo'n stelregel. Zo, hè, van stel dat je een uur de tijd hebt, spreek 25 minuten over het probleem. En nodig de ouders 35 minuten uit om samen na te denken van hoe gaat dat, wat lukt jullie, wat zou jullie daarbij kunnen ondersteunen en noem maar op. Oké, okay. Ja. Misschien nog eentje om af te sluiten. Ja, elke leraar kent wel het probleem dat je met ouders zit die blijven babbelen, ook al is dat helemaal geen zwaar gesprek. Ja, hoe rond je dat gesprek nu op een elegante manier af? Ja. Heb je daar misschien toch een zinnetje, ik weet het niet. Oh, weet je, de afronding start bij het begin. Dat is iets wat ze noemen een gesprekstherapie, noem op. Ze noemen frame your session. Dat wil dus zeggen dat je in het begin aangeeft hoeveel tijd dat je hebt. Ja. En dan kun je zo een paar minuten, 5 minuten voordat de tijd verstreken is, zeggen, dan straks, we hadden 50 minuten de tijd. Ja. Zijn er dingen die je nog wilt bespreken? Heb je het gevoel dat we alles besproken hebben? Dan noem maar op. Want ja, het is misschien wel wat appetant nu, maar ik zou hier willen afronden. Eigenlijk teruggrijpen naar de afspraak die je hebt in het begin, we hebben hier zoveel tijd. Zeggen van uitnodigen, zo wat ze noemen een safety net question. Hè. Zijn er nog echt prangende dingen die je wilt spreken? Anders zou ik het nu hier willen afronden. En leg een aantal dingen in de week. Ik bedoel daarmee van, stel dat daar nog informatie is of je voelt dat mensen toch nog een aantal dingen willen zeggen die niet in het gesprek. Dan kun je nog vragen van, vindt u het nodig dat we elkaar nog eens een keer zien? En op welke termijn ziet je dat dan zo? Hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik ga zelf ook een poging doen, Rick. Ons lesuur met jou zit erop. Bedankt aan jullie allemaal voor jullie vragen. En jij bedankt om mee te zoeken naar antwoorden, Rick. Nog even zeggen, morgen bezorgen we iedereen de opname van deze webinar en ander nuttig materiaal over hoe je constructieve oudergesprekken voert. We verklappen ook al even dat onze volgende webinar, die gaat over AI. Dat is op 20 november. Meer informatie later via onze kanalen. Hopelijk tot dan. Jullie bedankt om te kijken. En jij nogmaals bedankt, Rick, om ons verder te helpen.